zou juist mooi zijn als iets gebeurde, want dan... Meneer, dus... daar is ook geluid op eigenlijk. Huh? Ja. Dus wij zeggen ook van dat wij een gids hebben op de trap. Ja. Oh, ja. Nee. Sorry? Ja, wij zeggen dat wij een gids op een leugen op de trap. Ja. Oh, maar het was wel echt, ja. Dan word je outcast. Ja, maar... We hebben geen naam genoemd. Dit filmpje wordt pas echt uitgewerkt als we direct een massale ijsval hebben. Als we allemaal gaan joelen. Ja. Ze willen geen gekeuvel op een bootje. Nee. Dus hier ook altijd van de gletsjer weg, hè. Zoveel water komt er toch nog vanaf. Ja. Mm-hmm. Wat een luxe. Nog leuk, kijk je door zo'n bril, komt er ineens in. Ja, ja. Dat is onderdeel van ervaring. Ja. Lekker dichtbij. Maar er zijn geen spannend overhellende punten. Nee. Die grote. Al mijn geld. Ja, al mijn geld. Wat een geld. Precies. Ja. Precies. Dat kan ik goed makkelijk. Ja. Ja. Ons klinkt bij geld. Ja, dat kunnen we moeilijk verwedden aan de want dan zeg ik, oei, toch jammer. Ja. Het is nu ook wat minder spannend, want die stenen natuurlijk ook weer zorgen dat het... Ja, iets te ja. Van de onderkant natuurlijk, precies. Mm-hmm. Echt over niet heel lang meer wordt het gewoon. Ja. Natural land. Zou ik het niet meer. Nu is hij half dood. Toch? Hm? Half dood? Ja. Oh ja. Je vertelt dat ik in het begin als ik mijn grasjes mat en dan meet ik de lengte van de blaadjes. Ja. En dan had je dus ook dat ze dood waren soms. En soms waren ze, wat ik dan nu tegenwoordig netjes en correct, senescing noem. Ja. Maar dat noemde ik vroeger half dood. Oh. En half dood bestaat natuurlijk niet. Nee. Van dat zo. Maar wat was het Nederlandse naam? Verpieterd. Dat kennen ze niet. Je zei van het kan ook in Nederlands is dan misschien een beetje meer richting verpieterd of zo. Ja, 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 maar dat woord kennen ze dus weer niet in België. Ja, dat kennen ik niet. Nee? Nee, ik heb nog nooit gehoord verpieterd. Maar je kan toch gewoon senescent zeggen? Ja, ik denk het wel. Echt? Ik weet ook niet waar het vandaan komt, wat er met Pieter gebeurde. Want iedereen had heel veel last van Pieter. Raakte ja, dus vandaag ook nog niet zo veel afgevallen met als ik het eigenlijk in de klok. Nee. Oh, kijk nou. Mooi, ja, de kleur daar. Ja.
zoveelste jaar is dit nou zo? Ik dacht 35. Twee jaar wat kort. Heel wat zinnigers kunnen doen al die jaren. Denk je? Denk je? Ik denk het niet. Je hebt nooit een jaar open geslagen sinds je begonnen bent. Dat is wel echt zo. Maar we hebben wel eens twee keer korter. Soms is het iets ver. Wel, ja, vind ik het zo, dat dacht ik wel. Ik ben ook wel.